Goedenavond en wat fijn dat u weer kijkt. Want al 39 jaar vragen we u om mee te denken met de politie. En al 39 jaar werkt dat. En goed ook. In ons jaaroverzicht praten we u vanavond bij om te kijken wat uw gouden tips in 2021 allemaal voor elkaar kregen. De straffen en de achtergrondverhalen. In de eerste uitzending van het jaar vragen we u hulp bij het oplossen van een uiterst gewelddadige overval op een Katwijkse juwelier. Op de beelden is te zien hoe de juwelier met een vuisthamer en wapen onder andere een schedelbreuk en een gebroken knieschijf wordt geslagen. Hoewel ook omstanders worden bedreigd, durven enkele toch te blijven filmen. Het is natuurlijk een heftige zaak geweest, ook omdat de gevolgen voor het slachtoffer heel erg groot zijn. De vrees bestaat dat hij nooit meer normaal zal kunnen lopen. Hij kan lopen, maar nooit meer zoals hij dat vroeger deed. En dat betekent dat los van het trauma wat je natuurlijk overhoudt aan zo'n ernstig feit, dat hij als gevolg van dat letsel ook zijn leven lang herinnerd zal worden aan dat feit. En dat speelt natuurlijk een rol ook bij de behandeling van een strafzaak. De beide overvallers kregen deze maand 8 jaar cel. De chauffeur van de vluchtauto 6. Ook een misdrijf op een van de drukste plekken van Nederland, de Amsterdamse Prins Hendrikkade, weten we in januari snel op te lossen. We reconstrueren destijds hoe een 30-jarige man en zijn vriendin tijdens een avondje stappen bijna geschept worden als ze willen oversteken. Hey joh, idioot! Je rijdt nog zo wat aan hier. Wanneer de man de inzittende van de auto aanspreekt, gaat het gruwelijk mis. Gelukkig worden de daders duidelijk vastgelegd. Het slachtoffer wordt door hen hier het ziekenhuis ingeslagen met zwaar hoofdletsel. Na de uitzending bij Opsporing Verzocht is er een snelle doorbraak gekomen. Want binnen een maand is een 34-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. En binnen een week na de uitzending meldde zich een 21-jarige man uit Rotterdam op het politiebureau. Beide verdachten zijn uiteindelijk veroordeeld. De een tot 140 uur taakstraf en de ander tot 6 maanden gevangenisstraf. Het is heel fijn dat we deze zaak met behulp van het publiek hebben kunnen oplossen. Het was eigenlijk een hele normale reactie van een voorbijganger die van zijn sokken werd gereden. Dat in feite iedereen kunnen overkomen. En het is goed voor het veiligheidsgevoel van mensen dat dit soort agressief gedrag niet onbestraft blijft. Eind januari krijgen we te maken met een nieuw fenomeen. Avondklokrellen. Nadat 23 januari de avondklok ingaat om de stijging van het aantal coronabesmettingen te stoppen, breken in verschillende plaatsen rellen uit. Nederland is even wereldnieuws. 3 dagen later bij ons al de eerste verdachte. Jongens die in Venlo met stenen gooien naar een politieauto, waarbij 1 steen een agent raakt. Een poging doodslag. De rellen zijn zo ernstig dat we een speciale livestream moeten inlassen. We zijn er vanavond met een speciale reden met die livestream. Want nog nooit eerder werd er over 1 onderwerp zoveel getipt, werden er zoveel filmpjes ingestuurd en nog nooit eerder zochten we zoveel daders voor hetzelfde. Er zijn eigenlijk 2 categorieën slachtoffers die ons het meest bijblijven. Dat is natuurlijk enerzijds die ondernemers. Waar hebben we gezien dat winkels compleet verwoest en leeggeroofd zijn. En de andere categorie slachtoffers is eigenlijk de maatschappij en de politie. Het is onze politie, maar het zijn ook mensen van vlees en bloed. Het zijn vaders en moeders met kinderen. En dat is schokkend om te zien dat de mensen zich zo laten gaan en daar tegen tekeer gaan. Het is denk ik de nachtmerrie van elke ouder als je je kind op de televisie in deze omstandigheden terugziet. Maar helaas hebben we dat ook meegemaakt. Gelukkig zijn dan ook nog die ouders die uiteindelijk toch ook daarmee naar voren durven te komen en hun kind bij de politie afleveren. Door beelden en tips worden door heel het land daders gevonden. Zo zijn bijvoorbeeld een 21-jarige man en een 16-jarige jongen die op Urk de Teststraat in brand staken inmiddels veroordeeld. De 21-jarige heeft 1 jaar cel gekregen, zijn minderjarige mededader 180 dagen jeugddetentie en een taakstraf. In februari een razendsnelle doorbraak als we aandacht besteden aan de liquidatie in 2019 van Rachid Kotar in Amstelveen. Het slachtoffer was net met zijn zoontje van 5 naar het zwembad geweest en werd neergeschoten toen hij zijn zoontje op de achterbank zette. Het is een werkelijk gruwelijke zaak omdat het kind dus getuige is geweest van het ombrengen van zijn eigen vader. Op de beelden uit de omgeving zagen we een man die we verdachten van betrokkenheid bij deze zaak. Het waren erg vreemde beelden, want hij stond er lachend op. Dat maakt dat wij in eerste instantie niet dachten dat hij erbij betrokken zou zijn geweest. Een dag nadat wij de verdachte tonen, meldt een 18-jarige Amsterdammer zich. Het mooie van deze zaak is dat verdachten ook zelf naar opsporingsprogramma's kijken, omdat een dag na de uitzending de verdachte zich heeft gemeld bij het politiebureau.
En deze jongeman is uiteindelijk veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de moord. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd. Zijn zaak loopt overigens nog wel in hoger beroep. En er zitten ook nog andere verdachten vast voor het uitvoeren van de moord zelf. Soms kreeg je van die nare reacties, waar rook is, is vuur. Maar dat is niet altijd zo. Ik wil gewoon dat mensen weten dat het niet altijd een crimineel is die vermoord wordt. Iedereen mag en moet weten dat mijn vader echt een man was die dit niet verdiende. In maart deed de dochter van de Nijmeegse Mehmet Kilicoy heel dapper haar verhaal. Mehmet, een hardwerkende, zelfstandige klusjesman, echtgenoot en vader van 3 kinderen, werd in de zomer van 2020 op straat in Beuningen doodgeschoten. Al snel wordt duidelijk dat de schutters Mehmet voor iemand anders aanzagen. Het is het zoveelste onschuldige slachtoffer dat criminelen maken. Het onderzoeksteam dat deze zogenaamde vergismoord onderzoekt, deelt in de uitzending bewakingsbeelden. Op dit moment zitten 5 mannen vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Het is sinds december 2020 onrustig rond Poolse supermarkten. Binnen een maand worden 5 aanslagen met explosieven gepleegd in Alsmeer, Beverwijk, Heeswijk-Dinter en Tilburg. En ook daarna volgen incidenten. Daarbij werden niet alleen de supermarkten zwaar beschadigd, het gevaar voor de omgeving was groot. Als toevallig net het meisje met de krant of de jongen met de krant 's ochtends daar was langs gegaan, dan was het wel desastreus geweest. Het hele voorjaar door vragen we uw hulp als er weer nieuwe beelden of sporen zijn. Dit was voor ons een complexe zaak en wat ook heel veel onrust met zich mee heeft gebracht, omdat mensen zich echt heel erg veel zorgen maakten als ze in de buurt van zo'n Poolse supermarkt wonen. De stand inmiddels, mede door tips, zijn 9 verdachten aangehouden. De meeste van die 9 verdachten zitten op dit moment nog vast. En dan gaat het om mannen in de leeftijd tussen 18 en 26 jaar, waarvan er eentje uit Rotterdam komt en de rest uit Amsterdam. Het onderzoek is wel klaar, maar heeft op dit moment nog niet eigenlijk het antwoord opgeleverd op de vraag wat nou het motief is geweest. In maart aandacht voor de tragische dood van Armando Balcaran in Rijswijk. Armando wordt zwaar gewond gevonden in een druk stadspark. Hij is zonder aanleiding neergestoken. Zijn ouders zijn gebroken als hij na een aantal dagen in het ziekenhuis alsnog overlijdt. We hebben heel goed afscheid genomen voor Armando. Ja. We hebben gezegd van bedoven de 26 jaar. En het is goed, ga maar kind. Ik kan niet anders, je 4 dagen lang gestreden. Ja, het is gevocht, zo hard om je kind te laten gaan. Nadat we beelden van de verdachte tonen, volgt razendsnel de ontknoping. Een destijds 16-jarige jongen uit Den Haag meldt zich. Hij krijgt 15 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS. Armando Balcaran wordt nog elke dag gemist. En zo waren er natuurlijk de afgelopen periode helaas meer, soms heel jonge, dodelijke slachtoffers. De net getrouwde Roudil Paquet in Amsterdam, Nassim Namtebi, Knoet Rietveld, Daniel Arntjes. Ook bij deze ernstige misdrijven schakelden we uw hulp in. Niet alle zaken hier zijn zo zwaar en verdrietig. We bespreken ook geregeld misdrijven die je nou niet 1, 2, 3 verwacht. We hadden een inbraak bij een kaaswinkel, ook eentje bij het CBR. En dit verhaal was ook apart. Dit zijn exclusieve Pokémon-kaarten. In april aandacht voor een niet alledaagse diefstal van Pokémon-kaarten. Een 30-jarige verzamelaar van zulke kaarten was via WhatsApp benaderd nadat hij een aantal zeer exclusieve en waardevolle exemplaren te koop had aangeboden. Maar wanneer de potentiële kopers bij hem thuis in Kampen langskomen... Hey, jullie kwamen voor de Pokémon-kaarten. Sluiten ze hem op in een voorraadkast en gaan er met zijn Pokémon-kaarten ter waarde van tienduizenden euro's vandoor. We toonden onder andere het WhatsApp-profiel dat de daders gebruikten. Vorige maand besloot de rechter dat 3 van de verdachten vast blijven zitten. De zaak tegen een 4e verdachte is geseponeerd. Nog niet alle Pokémon-kaarten zijn terecht. Voor iedereen die denkt dat daders die naar het buitenland vluchten nooit gevonden worden, de verdachten die betrokken zijn bij de grootschalige oplichting van voornamelijk Nederlandse boeren, worden gewoon in Turkije aangehouden. En ook de zogenaamde kruidvatman, die in tientallen filialen van de drogisterijketen voor zo'n 60.000 euro aan bijvoorbeeld cosmetica stal, komt er niet mee weg. Hij staat internationaal gesignaleerd, wordt in Roemenië aangehouden en zit nu in een Nederlandse cel.
In 2021 ook maar liefst 4 internationale aanhoudingen van voortvluchtigen op de nationale opsporingslijst. Neem Youssef Ben H., die 14 jaar cel kreeg nadat hij hier wegliep na een fatale ribdeal in Almere. Hij is na een vlucht van ruim een jaar in België gearresteerd. Ook de man die de 24-jarige Orfeo Geffery doodschoot zit gelukkig inmiddels zijn straf uit. Geffery overleed bij een schietpartij in parkeergarage De Bank in Amsterdam. De dader was Erxinio L., die sindsdien spoorloos was, maar nu niet meer dus. Dit jaar werd hij door de Spaanse politie gearresteerd in Valencia. Inmiddels is hij tot 11 jaar cel veroordeeld. En ook Gerald P. zit eindelijk vast. Hij stond op de lijst met de meest gezochte criminelen omdat hij in december 2016 betrokken zou zijn geweest bij een dubbele moordpoging in Noorderloos. Hiervoor kreeg hij 20 jaar cel. Ook zou hij Spyshop-medewerker Ronald Bakker hebben doodgeschoten. Voor zijn huis, midden in een kinderrijke woonwijk. Gerald P. werd hier geflitst na die moord. Deze zomer komt er een einde aan zijn vlucht. P. wordt aangehouden in Brazilië. Ik voelde me vernederd. Ik was boos. We zijn nu 6 dagen verder. En in die 6 dagen is hij nog niet uit mijn hoofd geweest. In Alkmaar en omgeving worden eind 2020 en in dit jaar achter elkaar vrouwen aangerand. Het gaat om meer dan 20 slachtoffers. Vrouwen die alleen buiten wandelen of hardlopen. Een onbekende fietser slaat ze tegen de billen. Het tonen van bewakingsbeelden van een verdachte begin dit jaar levert niets op. Maar dat verandert als ze in mei beelden laten zien van een jonge fietsende verdachte. De verdachte op de beelden is binnen zijn gezin herkend. En een 16-jarige jongen heeft zich vervolgens na overleg met zijn ouders zelf bij de politie gemeld. We houden hem aansprakelijk voor 4 van de aanrandingen. U reageert in mei hartverwarmend op de afschuwelijke mishandeling van de medewerker van de fietsenstalling in Purmerend. Hoewel in zijn kantoortje eigenlijk niets te halen valt, wordt hij overvallen en zwaar toegetakeld. Ik kan niet meer lopen. Ik kan niet meer, voorlopig niet meer zelfstandig wonen. Ik mag niet meer fietsen. Geen auto meer rijden. Hij heeft het heel moeilijk. Ja. Vaak barst hij in tranen uit. Dus hij is gewoon kapot gemaakt. Dit was een zaak die behoorlijk veel impact heeft gehad. Omdat het ging om een kwetsbare man die ernstig is toegetakeld bij die fietsenstalling. En daar gewoon voor dood is achtergelaten. En ook echt uren later pas door iemand is aangetroffen. We zijn met beelden waarop 2 mannen te zien zijn. Zijn we naar opsporingverzocht gegaan. En dat zijn 2 mannen waarvan wij vermoeden dat ze lopen met de buit die bij het slachtoffer is weggenomen. En in juli is er 1 van de verdachten is aangehouden. We hopen allemaal dat de andere dader ooit nog gevonden wordt. Nog nooit eerder als dit jaar wordt er zo'n grote campagne georganiseerd om het messenbezit onder jongeren terug te dringen. 218 gemeenten plaatsen in oktober containers waar jongeren een week lang anoniem en straffeloos steekwapens kunnen achterlaten. Onder andere hier in Den Haag, waar een aantal jonge slachtoffers de afgelopen periode overleed door zulk messengeweld. Zoals de 20-jarige Bilal en de 19-jarige Janetson. De dood van de 20-jarige Bilal Aydin maakt veel verdriet los. Hij was een getalenteerd voetballer en had op geen enkele manier iets te maken met criminele activiteiten of zoiets als de drillrap scene. Bilal blijkt te zijn neergestoken midden op straat in Den Haag puur omdat hij opkwam voor zijn neefje. Terwijl 1 man hem vasthield, stak de ander hem neer. Bilal overlijdt ter plekke. In juni volgt de uitspraak. Het is natuurlijk een hele heftige zaak omdat er een 20-jarige Hagenaar om het leven is gekomen door messteken. Dat nemen we zwaar op en de rechtbank neemt het ook zwaar op. In die zin dat de zaak inmiddels op zitting heeft gestaan en dat beide verdachten... Er zijn 2 verdachten aangehouden voor deze zaak, zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Een vete tussen 2 drillrapgroepen ligt ten grondslag aan de dodelijke steekpartij bij de Scheveningse Pier. De 19-jarige Janetson Djanga uit Rotterdam overlijdt nadat hij onder andere in zijn hart is gestoken. 2 mannen krijgen 11 jaar. De rechtbank laat meewegen dat een heleboel mensen, zoals toeristen, ongewild getuigen waren van het drama. Overigens konden de 2 snel worden aangehouden, omdat een ooggetuige de politie op hen wees. Daarnaast heeft ook nog een andere omstander een belangrijke rol gespeeld. Namelijk een getuige die heeft gezien dat mannen iets weggooiden in een vuilnisbak.
wat mogelijk iets te maken kon hebben met deze zaak. Een beveiliger die heeft de vuilniszak veilig gesteld. En in de vuilniszak bleken de wapens te zitten die gebruikt zijn. Dat waren messen die gebruikt zijn bij deze zaak. Met de landelijke wapeninleveractie worden ruim 3000 wapens van straat gehaald. Deze beelden zult u zich vast nog herinneren. Een busje dat met een noodgang de Jumbo in Haarlem inknalt. Let op de medewerkster, ze kan maar net op tijd wegspringen. Mogelijk dezelfde mannen leken een maand later personeel van een Jumbo in Alkmaar ernstig te bedreigen. Deze zomer horen de twee 17-jarige verdachten, die door de uitzending en goed recherchewerk konden worden aangehouden, hun vonnis. Wat hierbij met name opviel was dat het echt extreem gewelddadige overvallen waren, gepleegd door jonge daders die er toch niet voor terugdeinsden om echt grof geweld te gebruiken. Wat natuurlijk een enorme impact heeft gehad op de slachtoffers. Zij hebben allebei in juni terechtgestaan bij de kinderrechter. Een van hen heeft een jeugddetentie gekregen van 16 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Dat was voor een van de overvallen. En de ander is veroordeeld voor allebei de overvallen. En hij heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen en een pijnmaatregel. Dat is eigenlijk wat we in de volksmond jeugd-TBS noemen. Ja, en zo hebben we de eerste helft van het misdaadjaar 2021 al in vogelvlucht met u doorgenomen. Met gelukkig een heleboel ontknopingen. En toch, ik weet niet hoe het met u is, toch voelt die eerste helft van het jaar al heel lang geleden. Dat komt ook doordat er deze zomer iets gebeurde waardoor de tijd even stilstond. De maand juli krijgt een inktzwarte rand. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries wordt in Hartje Amsterdam neergeschoten. Ik zat in het veiligheidsberaad via de videoverbinding met 20 burgemeesters te overleggen over nieuwe covid-maatregelen. Toen kwam dat verschrikkelijke nieuws binnen dat er een aanslag was gepleegd op Peter R. de Vries. Hij was ernstig gewond, meer wisten we nog niet. En ik heb onmiddellijk tegen die burgemeesters gezegd, ik krijg nu zeer vertrouwelijk heel slecht nieuws. Er is een aanslag gepleegd op Peter R. de Vries. Ik stap uit de call. Ik hoop dat jullie begrip hebben. Ik wilde meteen weten of allerlei andere mensen die door ons beschermd en beveiligd worden, hoe het daarmee zat. Wat we eventueel moesten ondernemen aan verdere beveiliging. En natuurlijk ook voortgang vanuit de politie over het onderzoek. Dus ja, ik moest eigenlijk onmiddellijk aan het werk. Ik heb eigenlijk pas 's nachts dat verwerkt. Er worden razendsnel verdachten aangehouden. Maar Peter R. de Vries redt het niet en overlijdt een aantal dagen later. Ik vind het een enorme grote slag in het gezicht van Nederland en van de Nederlandse rechtsstaat. Dat we iemand die altijd zo voor het individu kwam, maar ook een echte speurneus was en een moed vertoonde. Nou, ik weet niet of ik het hem zou kunnen nadoen. Dat hij gewoon zo kil vermoord is. Nederland rouwt en zal dat nog lang doen. Georganiseerde misdaad, dat is iets wat niet bij Nederland hoort. Dat hele grote. Natuurlijk hebben we ook altijd bendes gehad, maar dit hele internationale, waar ook onze haven van Rotterdam, onze luchthaven van Schiphol, maar ook bepaalde woonwijken in steden mee worden vergiftigd. Daar moeten we echt tegen in, want dat willen we hier niet hebben. En ik denk dat we ook met z'n allen in Nederland, met iedereen, ongeacht zijn komaf, ongeacht zijn religie, zijn politieke voorkeurs of wat dan ook. En dat heb ik ook geproefd na die gewelddadige dood van Peter R. de Vries. Dat iedereen zegt, we gaan er tegen in. Dus dat is een heel verdrietige aanleiding. Maar wel in ieder geval een denk ik een belangrijk keerpunt in Nederland. Ook de mishandelingen op Mallorca in juli houden ons nog altijd bezig. De 27-jarige Carlo Heuvelman is maar een paar uur nadat hij aankwam op Mallorca voor een vakantie met vrienden ernstig mishandeld op de boulevard in El Arenal. Hij lag op de IC in diep coma. Zal die nacht geopereerd aan zijn hoofd, omdat hij had bewusteloos op de grond gelegen en toen hij bewusteloos was, hebben ze hem diverse malen geschopt. Dat is het verhaal wat wij tot ons kregen.
Er zitten nog altijd 3 jonge verdachten vast. Zij moeten in januari opnieuw voor de rechter verschijnen. Tot op de dag van vandaag heeft deze belangrijke getuige die het dodelijk geweld mogelijk zag, zich niet gemeld. Ook in Oost-Nederland in juli een mooie veroordeling rond een reeks aanslagen op 2 broers, waar we eerder uw meedenkhulp bij vroegen. Het begon met de aanval op een 27-jarige man in Lunteren met ijzeren staven. 2 mannen sloegen hem een schedelbreuk. Binnen 2 weken werd ook nog een explosief tot ontploffing gebracht bij het restaurant van de broer van het Lunterse slachtoffer. En hing deze intimiderende boodschap op de ruit. Mede door tips, getuigen, DNA en de grijze auto die bij beide incidenten is gezien, sluit het net zich rond een man van 36 uit Rosmalen. Hij wordt veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Ook online wordt er natuurlijk elke week driftig door u meegedacht. We zijn er altijd met ons YouTube-kanaal, met Facebook, met Instagram. Nou, begin dit jaar keken heel veel mensen op onze socials om te zien wie nou die avondklokverdachten waren. Verder werden veel bekeken. Een keurige jonge man die gestolen geld opnam. Die werd zelfs zo goed bekeken dat hij werd herkend. Verder de beelden van een jonge vrouw die 2 keer vlak na elkaar werd mishandeld. En veel mensen stuurden toch ook nog even deze pinner door naar elkaar. Ook typisch 2021, de nieuwe aanpak rond de cold cases. Sinds dit jaar hebben we een nieuwe recherchestrategie. We zijn gestopt met de cold case kalender. En we kijken nu per cold case hoe we die op de beste manier onder de aandacht kunnen brengen. En dat doen we in veel gevallen samen met de samenleving. We hebben dit jaar steeds weer unieke, niet eerder vertoonde acties ondernomen om aandacht te genereren voor cold cases. We zijn begonnen dit jaar met 100 abris zo'n beetje in de stad Groningen, waar we aandacht vroegen voor de zaak van Els Fleurink. En daar bepaalden die abris echt het straatbeeld van Groningen. 24 jaar na de dood van de 33-jarige Els Fleurink wordt zo geprobeerd om haar moord alsnog op te lossen. De psychologe werd in 1997 om het leven gebracht in haar benedenwoning aan het Van Brakelplein in Groningen. Mogelijk had ze een inbreker betrapt. Anderhalve week na de uitzending wordt een 44-jarige man uit Geldrop aangehouden. De rechtszaak tegen hem staat gepland in februari komend jaar. In maart volgt een grootschalige cold case campagne rond baby Sam Vijverberg in Doetinchem. Het jongetje werd in januari 2006 door kinderen gevonden in een bevroren vijver. Het lijkt wel een pop. Het kindje heeft waarschijnlijk minder dan 24 uur geleefd. En het is door heel erg geweld om het leven gekomen. Het stadion van plaatselijke voetbalclub De Graafschap wordt eenmalig omgedoopt tot het Sam Vijverbergstadion. Het is uniek in de wereld. Er is een indrukwekkende stilte voor het jongetje dat nu 15 had kunnen zijn. Xander de Buissonnier en producer Edwin van Hoevelaken maken ook een speciaal lied. Er is nog hoop. Laat de storm maar razen. Hier ben je veilig. Er is niets of niemand die je raken kan. Het cold case team dat de dood van baby Sam onderzoekt is nog altijd bezig. Daarna volgt de cold case campagne over de moord op de pas 18-jarige Sjaak Gerwig uit Utrecht in 1995. In Utrecht worden bijna 60.000 exemplaren verspreid van een huis-aan-huiskrant met een speciale bijlage over Sjaak. Ook dit onderzoek loopt nog altijd. In augustus aandacht voor de moord op Wies Hensen uit het Brabantse Budel. Dankzij moderne forensische technieken is er 32 jaar na haar dood namelijk een DNA-profiel van de mogelijke dader. Wies' lichaam wordt in 1989 gevonden in een sloot in Dommelen. Een aantal uur nadat ze op de kermis in Budel in het gezelschap van 2 onbekende mannen is gezien. 32 jaar na haar dood kunnen mensen eind augustus op die kermis in Budel, de laatste plek waar Wies Hensen werd gezien, met virtual reality terug in de tijd. We wilden eigenlijk de verwerpelijkheid van die daad tonen aan het publiek in de hoop dat we mensen triggerden om alsnog met hun informatie over de brug te komen. En daardoor hebben we in VR de plaatsdelict nagemaakt en mensen in Budel konden de plaatsdelict zien. En zo hoopten we dat het gesprek op gang kwam, dat mensen zagen van ja, dit kan toch niet, het kan toch niet dat hier een dader mee wegkomt. Er was een enorme positieve reactie te merken op die kermis. Het was natuurlijk van tevoren wel spannend, want je zit in een vrolijke setting en dan ga je het over iets heel naars hebben. En dat moest wel goed van elkaar gescheiden blijven, maar
De reacties waren zo positief. Iedereen wilde meedenken, iedereen wilde meehelpen. En ook de nabestaanden van Wies zijn heel erg blij dat we nog alles uit de kast halen om dit op te lossen. Hoewel het natuurlijk ook wel emotioneel weer voor hem was. Inmiddels zijn er zo'n 180 tips binnen over de cold case van Wies Hansen. Het rechercheteam is heel dankbaar voor al die reacties. Ook zij zijn nog altijd druk bezig. Er zijn nog nooit zoveel tips binnengekomen als in dit jaar. En dat is echt een bewijs dat deze nieuwe aanpak werkt. En ook de 3D-animatie van de dader van die zedenzaak uit 2010... met drie minderjarige meisjes als slachtoffer uit onze vorige uitzending... is dus zo'n cold case met een unieke aanpak. Daar is heel veel over getipt de afgelopen week. We houden u via onze social media de komende dagen op de hoogte daarover. Gaan we verder met ons jaaroverzicht. Wat gebeurde er de laatste afgelopen maanden? Zeer snel resultaat door u in september. In Delft heeft een man in een parkje zomaar een meisje van 12 neergestoken dat daar met een vriendinnetje speelt. Het ging allemaal heel snel. Mijn dochter zag dat hij een mes in zijn handen had. En met een grimas op zijn gezicht maakte hij een stekende beweging naar het vriendinnetje van mijn dochter. De meisjes weten te vluchten. Het rechercheteam ontvangt na de uitzending zulke interessante tips dat een minderjarige jongen uit Schravenzande wordt aangehouden. Ik ben van de bank, de ABN AMRO. Mijn bankpas geblokkeerd. Bent u wel echt van de bank? Gelukkig is ons offensief om iets te doen tegen de opkomst van digitale criminaliteit ook vrijwel direct succesvol. Dankjewel. Fijne dag. Okay. Op onze site lanceren we een speciale pagina met beelden van pinners die bij bijvoorbeeld bankmedewerker en WhatsApp-fraude betrokken zijn. Inmiddels zijn al meer dan 20 verdachten herkend en zijn veel mensen alerter op de trucs van online oplichters. Als je rare sms-berichten krijgt of e-mails gefeliciteerd, u heeft een prijs gewonnen of wat dan ook. Wees nou verstandig, want je zou het in de echte wereld, zou je ook zeggen, ik ben wel goed, maar niet gek. En doe dat ook bij de computer. Wees goed, maar niet gek. Opsporing Verzocht helpt ook mee met een internationale campagne om een van de meest beruchte en wreedste mensensmokkelaars ter wereld te vinden. Kidane Zekarias Haptemariam uit Eritrea wordt op de nationale opsporingslijst geplaatst. Kidane stond aan het hoofd van een kamp in Libië, waar migranten die proberen hun thuisland te ontvluchten worden ontvoerd, afgeperst, mishandeld en verkracht. Het onderzoeksteam wil weten waar Kidane nu is. Na de uitzending kwamen 23 tips binnen, waaronder drie zeer bruikbare. In oktober kregen twee verdachten van de moord op Dirk Wiersum 30 jaar. Niet alleen de twee mannen gaan in hoger beroep, het OM ook. Hun inzet? Levenslang voor beide mannen. Ook door de maatschappelijke impact van de moord. De veroordeelde moordenaar, tevens zakenpartner van deze 49-jarige autohandelaar Ger van Zundert, ging eind vorig jaar in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Hij wordt ervan verdacht het slachtoffer in zijn eigen bedrijf met wasbenzine te hebben overgoten en aangestoken. Ger van Zundert overleed een dag later. Het hoger beroep pakte voor de dader niet erg voordelig uit. De rechtbank in Den Bosch gaf hem de maximale celstraf van 30 jaar, aanzienlijk hoger dan eerder was opgelegd. Deze novembermaand ook aandacht voor meerdere uiterst gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Bij één daarvan, in Berkhout in juni, is de 72-jarige meneer Sjaak Groot doodgeschoten toen hij de overvallers betrapte. Bij een andere overval is een slachtoffer gemarteld met een strijkijzer. En bij een overval in Noord-Garwoude is een man in zijn borst geschoten. In die zaak konden we beelden van verdachten laten zien. De politie maakte bekend dat het vermoeden bestaat dat een in samenstelling wisselende dadergroep verantwoordelijk is voor de reeks gewelddadige overvallen. Er is in totaal €65.000 tipgeld uitgeloofd. Een dag na de uitzending rond meneer Groot wordt al een verdachte aangehouden. Daarna volgen nog twee arrestaties. Het onderzoek gaat door. En ook echt door uw tips een belangrijke doorbraak in november rond de dood van Roncerello Ellis. Hij ging in Rotterdam achter de daders van een beroving aan en werd doodgeschoten. Binnen twee dagen zat de vermoedelijke schutter vast. En deze maand nog hadden we bijvoorbeeld die hele snelle herkenningen na de rellen in Rotterdam. Het hele afgelopen jaar door heeft uw hulp daders van straat gehaald. En dat niet alleen. Meedenken, meeleven, dat steunt ook slachtoffers. Daarom dank voor al die tips het afgelopen jaar. Niet alleen namens Avotros, maar ook namens politie en justitie.
Nu eerst even hele fijne feestdagen. 4 januari zien we elkaar weer.